gelegenheid voor Patrick van der Voort, lijsttrekker namens de Piratenpartij. Geef hem ook een warm welkom. Dank u wel. Goedenavond allemaal. Fijn dat ik hierbij kan zijn. Allemaal inspirerende verhalen. Voor de Piratenpartij, wij vinden het heel erg belangrijk om een belangrijke constatering te maken met elkaar. De manier waarop wij nu zijn begonnen, de manier waarop wij leven, de economie is gebaseerd. Zo kunnen wij niet doorgaan. Iedereen weet dat. Iedereen voelt dat aan. Iedereen weet ook dat we het op een andere manier moeten doen. En dat daar ook andere oplossingen voor gevonden moeten gaan worden. Die oplossingen zijn niet gemakkelijk. Die zullen ook niet pijnloos kunnen zijn. Als we daarover nadenken, dan kunnen we eigenlijk wel meteen ophouden. Maar wat voor ons in ieder geval ook heel erg belangrijk is, is dat we gewoon iedereen daarin moeten proberen mee te nemen. En dat we niet van bovenaf gaan bedenken hoe dat bepaalde dingen moeten gaan gebeuren. Zo'n stadsgesprek zoals nu over hoe de toekomst van de stad eruit zou kunnen zien en wat voor keuzes dat we daarin kunnen maken, zouden wij heel graag willen zien, ook op buurtniveau, op straatniveau misschien zelfs. Om mensen daarin mee te nemen, om na te denken over hoe willen wij nou graag dat in onze straat bepaalde dingen anders gaan. Hoe willen we nou graag dat de binnenstad bereikbaar blijft? Kunnen wij de auto daar nog in gebruiken? Nou, wat ons betreft, de Piratenpartij betreft, wij willen graag de binnenstad autovrij maken. Dat zal niet in één keer gaan, omdat het ook afhankelijk is van de toegankelijkheid van de stad, de bereikbaarheid van de binnenstad, maar autovrij. Dat betekent ook tegelijkertijd dat je openbaar vervoer en andere mogelijke duurzame middelen, moderne mobiliteit moet gaan ontwikkelen voor mensen op dag toch die binnenstad in te kunnen komen. Aan de andere kant willen we ook dat fiets- en voetgangersverkeer voorkeur krijgt en ontwikkeld wordt. Met alle mogelijke dingen die daarin moeten gebeuren. Ook daarin moet je bewoners meenemen. Zomaar dingen gaan bedenken vanuit het stadhuis, vanuit de raad, vanuit het college. Ik denk dat daar de keuzes heel erg moeten te vertalen zijn naar de mensen zelf. De ring, dat was hem al. Ja, ja, dankjewel. Ja. Patrick van der Voort. Ja, meneer. Ja. Zal ik ook voorlezen? Ik zal hem, ja, oké. Dankjewel. Even goed lezen. Onlangs lanceerde GroenLinks een manifest. Bouwboosters voor de Vellenoord. In het stadiongebied van Eindhoven kunnen 13.500 extra betaalbare woningen worden gebouwd, bovenop de bestaande plannen. Ziet jullie partij deze plannen zitten? Ik heb je niet goed verstaan, het begin. Ik ga hem nog een keer. En wat ik ga wat wilden ze gaan bouwen? Bouwboost? Ik ga het toch even anders doen. Meneer, u had de vraag net. Mag ik hem voorlezen? Ja, dan heb ik hier een microfoon voor u. Ja, oké, dankjewel. Nou, leuk. Patrick, het gaat over het volgende. Het gaat over het manifest dat GroenLinks onlangs heeft gepubliceerd. Bouwboosters voor de Vellenoord. En daar staat dat ze in het stationsgebied, niet in het stadion, maar in het stationsgebied van Eindhoven, 13.500 extra betaalbare woningen kunnen worden gebouwd. Bovenop de al bestaanbare plannen die ongeveer 6.500-7.000 woningen bevatten. Ziet jouw politieke partij deze plannen zitten? Nou, wij zien elk plan zitten wat belooft nog meer sociale woningbouw te bouwen. Of het dan van GroenLinks afkomt of van de VVD, zal ons niet zoveel uitmaken van de laatste minder snel te verwachten. Maar ik denk dat het wel goed komt. Wij zien dat wel zitten. Vellenoord is wat dat betreft een verkeersader met, ja, wat heel erg breed is. Wat heel veel vierkante meters vergt. Ik denk dat we daar het een en ander kunnen bereiken door het anders in te richten en anders te bouwen. Dus in die zin, ja, prima. Oké, dankjewel. Patrick van der Voort, lijsttrekker, Piratenpartij. APPLAUS.